Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het bedrijf, maar eigenlijk vooral het aandeel van Tero Price bekijken. Analyseren en uiteindelijk ook een waardering maken. Dus laten we snel beginnen. Zoals gezegd, kijken we in deze video naar het aandeel van Tero Price. En zoals altijd maken we natuurlijk gebruik van de website beleggertools.com. Um, gaan we inloggen naar het dashboard. In plaats van dat we een aandeel rechtsboven zoeken. Kunnen de abonnees uh, bij checklist kijken? En via de checklist screener zien we als we naar beneden scrollen alle aandelen die op alle twaalfde punten scoren. En een van de laatste onderaan, dat is t Rowe Price. Dat is dus een aandeel wat naar voren kwam in de screener. En het aandeel wat ik dus in deze video wil gaan bekijken. Gaan we het aandeel vervolgens bekijken? Um, dan begint hij meteen bij de checklist. Ik wil eerst even een stapje terug doen in dit geval. Uh, kijken naar het overzicht van het aandeel. Wat voor bedrijf is eigenlijk t Rowe Price? Als we naar het i'tje gaan, krijgen we wat meer informatie over het bedrijf. En dan kunnen we lezen: t Rowe Price is een publicly owned investment manager. Oftewel, ze bieden eigenlijk producten, services, investeringsdiensten aan. Um, aan individuals, particulieren dus, institutional investors, retirement plans. Financial intermediaries en institutions, dus eigenlijk van klein, particulier tot pensioenfondsen en hele grote bedrijven. Daar bieden zij de diensten aan. Dus daar hebben we een beetje een beeld bij wat voor soort bedrijf T. Rowe Price is. Uh, kijken we naar de beurswaarde, 27 miljard. Het koersverloop tussen de 93 en bijna 160 dollar de laatste 52 weken. Nu zitten we daar een beetje in het midden rond de 120 dollar dus op dit moment. PE ratio van 18, dat is uh, best wel goed, best wel laag zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of het terecht is bij dit bedrijf, gaan we straks kijken. Bruto marge die hoog is met bijna 60%, netto marge die hoog is met bijna uh, 43%. Dus best wel interessant om dat verder te gaan bekijken. Dat gaan we dan onder andere doen via de checklist, die hadden we zojuist al gezien. Als je vanuit de stocklist, uh, checklist screener eigenlijk komt en je klikt op een aandeel, dan ga je ook direct naar de checklist toe wat dat waarschijnlijk is waar je naar op zoek bent als je al in de checklist screener zit. Kijken we naar de screener, dan zien we eigenlijk op alle twaalfde punten dus dat die groen is. Dat was ook de reden dat die nu naar voren kwam in ons overzicht. Een PI van 18, prijs 3 free cashflow van 10, dividend uh, keren ze uit. Um, dat is ongeveer de helft van de free cashflow die ze hebben, Zo, dat is goed. Ze kopen wat aandelen op, dus het aantal uitstaande aandelen neemt af de laatste vijf jaar... Omzetgroei van zo'n 60% de laatste 5 jaar. Winstgroei van meer dan 100%. Dus de winst is verdubbeld in diezelfde periode. Dat is goed. Dat we uh, de winst harder zien toenemen dan de omzet. En de free cashflow zien we zelfs uh, 73 100%. Dus daar komen we denk ik uit een situatie met heel weinig. En dan komt er uiteindelijk zo'n heel groot cijfer naar voren. De netto winst boven 10%, ja bijna drie keer zoveel, dus dat is heel erg goed. Return on invested capital boven de 10%. 25% is ook dat is heel erg goed. Interest coverage, inmiddels hebben ze hier nul. Maar dat is goed, omdat dat eigenlijk aangeeft dat er juist geen rente wordt betaald op leningen. Dat die er gewoon niet zijn, dus dat is positief. Schuldratio heel erg laag en de schuld zou ze ook makkelijk kunnen aflossen. Eigenlijk in ongeveer een half jaar tijd vanuit hun free cash flow. Dus op al die punten zien we gewoon dat ze heel erg goed scoren. Scrollen we een klein beetje naar beneden. Zien we ook dat ze nog dividend uitkeren. Zo'n 4,80 dollar, oftewel bijna 4% dividend yield bij de huidige koers. Een jaarlijkse dividendgroei van zo'n 16% in de laatste 5 jaar. Altman zie heel erg goed. Piotrowski, die hadden we wat beter willen zien. Maar op, het, op zich, het algemene beeld ziet er gewoon heel goed uit voor dit bedrijf. Laten we dan gaan kijken naar de cijfers van het bedrijf. En dan zien we hier het jaaroverzicht, de resultatenrekening. Dan zien we eigenlijk overal groene cijfers. Dus ieder jaar zagen we dat de omzet in ieder geval toenam. Al was het hier maar een half procent. Maar ook jaren zoals in 2021, dat het toenam met zo'n bijna 24 procent. Wat we echter ook zien. De laatste 12 maanden, de laatste vier kwartalen die bekend zijn. Daar zien we dan juist een afname van de omzet. En je moet er bij dit soort bedrijven natuurlijk vaak van uitgaan dat het zo is dat zij een bepaalde fee, een bepaald vergoeding krijgen in principe. Voor het geld dat zij beheren. Dus als um, het geld particulieren, pensioenfondsen, als dat geld binnenkomt, belegd wordt in rendement, neemt dat toe waarschijnlijk. Zeker de afgelopen tien jaar hebben we gezien dat de beurs het over het algemeen heel erg goed heeft gedaan. Dan wordt dat bedrag dus groter. En een klein percentage over dat grotere bedrag, dat zorgt ervoor dat ze meer verdienen, meer omzet maken. Als we dan zien dat bijvoorbeeld in de laatste twaalf maanden... De beurskoersen onderuit gaan. Dat betekent ook dat het vermogen van hun klanten waarschijnlijk afneemt. Of misschien minder geld binnenkomt. Klanten geld eruit halen misschien wel. Dat betekent in ieder geval dat ze minder geld onder management hebben. En een kleiner, of hetzelfde bedrag, nog steeds, hetzelfde percentage. Maar over een kleiner bedrag zorgt er dus voor dat de winst of de omzet in dit geval afneemt. In ieder geval belangrijk om te beseffen dat dit, dat de reden is. Waar de omzet van dit bedrijf vooral vandaan komt en dat dat dus ook impact kan hebben als het slecht gaat met de beurs, zul je dus ook zien dat het met dit soort financiële bedrijven vaak ook slechter gaat, in ieder geval wat betreft omzet. Kijken we verder, dan zien we dat de verkoopkosten er wel zijn, maar bijvoorbeeld rentekosten of inkomsten niet. Dat was de reden waarom we straks die 0% zagen in de checklist. Gaan we uiteindelijk verder naar beneden, zie je de operationele winst die zo vaak tussen de 2 en 3 miljard ligt de laatste jaren. En uiteindelijk de netto winst die dan afgelopen 12 maanden uitkomt op zo'n 2 miljard, van tevoren 3. En in die jaren daarvoor langzaam op is gelopen richting die 3. Of soms wat minder langzaam, soms zien we 20% zelfs. Dus dat is wel belangrijk. Kijken we naar boven, dan zien we vaak dat de omzet ooit met wat kleinere getallen toeneemt. Omzet stijgt lichter, maar in dat soort situaties gaat de winst harder op vooruit. Dus dan hebben ze een voordeel. Zien we echter dat de omzet een klein beetje afneemt, dan zien we datzelfde beeld eigenlijk, alleen dan in een negatieve zin. Dan zien we dat de winst juist harder afneemt. Dus ook dingen om rekening mee te houden. En dat zien we eigenlijk ook terugkomen natuurlijk in de winst per aandeel, die langzaam zo oploopt richting uiteindelijk 13 dollar. En dan juist in de laatste vier kwartalen terugzakt naar iets onder de 9 dollar. De marges, daar zien we diezelfde trend nog wel. Behoorlijke goede bruto marge die vaak zo, soms net onder de 60, maar vaak zo net boven de 60% ligt. En onderaan de netto marge die liep uiteindelijk op, maar die zal dus vooral ook hier, als dat uiteindelijk bekend is, de laatste jaar eigenlijk wel terug zijn gelopen. Kijken we dan naar wat analisten verwachten voor het aandeel. Dan zien we het laagste koersdoel zo'n 25% lager dan de huidige koers en het gemiddelde koersdoel 25% hoger dan de huidige koers. Gaan we echter naar beneden en kijken we eerst eens even naar de analistische historie dan is dat vaak gelijk gelopen, maar we zien wel een klein beetje wat verschillen. In ieder geval iets om rekening mee te houden. Maar waar ik eigenlijk naar wilde kijken, is naar de koersdoelen en eigenlijk ook naar de adviezen. Um, als we kijken naar de koersdoelen, dan zien we hier wel koersdoelen, maar die zijn niet zo actueel meer. Eigenlijk, de laatste koersdoel wat gegeven is door BMO in dit geval, is alweer een half jaar geleden. Dus daar moeten we. Niet vanuit gaan doen we normaal al niet, maar puur om een inzicht te krijgen. We zien hier dat het eigenlijk alweer behoorlijk wat oudere informatie is. Kijken we naar de adviezen aan de linkerkant, dan zien we dat we hier wel wat meer actuelere informatie zien. Eigenlijk vooral van de laatste maand zien we toch al een advies of zes, even acht bedoel ik. Maar wat we dan ook zien, is dat eigenlijk de kleuren hetzelfde zijn. Het vorige en het nieuwe is het continu hetzelfde. Dus ze veranderen niet in hun advies. Ze geven geen koersdoel af. Maar hun advies blijft vaak hetzelfde. Of het nou equal weight is, of underweight, of hold. Het is in ieder geval geen situatie die veranderd is de laatste tijd voor dit aandeel. Kijken we dan vervolgens naar een waardering voor dit aandeel. Dan maken we gebruik van een scenario-analyse. Dan gaan we uit van een omzet die hier nog eh, 6,9 miljard is. Al is het wel zo dat analisten eigenlijk ervan uitgaan dat het afgelopen jaar 2022 ze uitkomen op 6,6 miljard. Dat rekenen we in ieder geval wel mee in de berekening. We gaan er in ieder geval uit, als we ook gaan kijken naar uh, geen vijf jaar, het zit hier net achter mij, maar drie jaar. De reden dat ik dat doe is dat analisten, eigenlijk een groot aantal analisten, maar maximaal drie jaar vooruit plannen met dit aandeel. Uh, verwachting heeft gegeven dat we, als we die niet hebben, we ze zelf ook niet kunnen toepassen. Dus daarom ga ik hier drie jaar berekenen, kijken we naar de omzetgroei. Dan is het eigenlijk vooral het feit dat er geen omzetgroei is, maar juist een daling is, of misschien zelfs een beetje gelijk blijft. Kijken we dan, zie je dat analisten min 2, min 1 eigenlijk 1% daling per jaar verwachten. Laten wij zeggen in de bull case, als het mee zit, dat we uiteindelijk over drie jaar weer terug zijn bij de omzet van het afgelopen jaar. De netto-winst, dan gaan we iets voorzichtiger zijn. Juist omdat natuurlijk die omzet afneemt, zagen we straks. Dat dat best wel impact kan hebben op de winst, de netto winst die je bedrijf maakt. Daarom ga ik hier naar 27. Dat is dus lager dan we hebben gezien de laatste tijd. Uiteindelijk dan hier 29 en 31 als het dan wel weer redelijk gaat. De free cash flow gaan we daar ongeveer in de buurt zetten. En dat is 26, 30 en 34. Een beetje de cijfers van de laatste. Vijf of tien jaar die we gebruiken met het hoogste dat we daar nog net onder gaan zitten. Juist omdat het allemaal wat tegenvalt. Misschien in de toekomst als de omzet weer wat toe gaat nemen. Dat we dan eventueel weer mogen rekenen met zo'n 38% als verwachting bijvoorbeeld. Kijken we naar de geplaatste aandelen. Dan zien we wel dat ze wat aandelen opkopen. Laten we zeggen als het niet zo goed gaat dan doen ze dat niet. Dan blijft het aantal aandelen gelijk. Min 1 of min 2 in de boelcase. Dividendgroei. We zien juist een afname in het dividend het laatste jaar. Kan juist ook te maken hebben met dat het jaar daarvoor het heel erg goed ging. Vanwege stijgende beurskoersen, veel geld dat binnenkwam, dat ze extra dividend hebben uitgekeerd. Dus over de langere periode zien we nog wel steeds groei. Al zal die groei in de toekomst, denk ik, wel afnemen naarmate het groter wordt. Dus we gaan hier wat rustiger, conservatiever mee om. 3, 6 en 9 procent groei. Dan komen we aan bij een multiple. En dat is een beetje. Kijken naar het verleden, maar ook kijken naar wat we hier zien. We zien wel dat ze een heel erg goede netto-winst hebben met 27% bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd geen omzet groeit, Terwijl we hier toch minstens 3% zouden willen zien als ze meegroeien met de Amerikaanse economie. Dus om die reden gaan we hier wel een stuk lager zitten. Dan zou ik zeggen 12% in het base case, 16% en uiteindelijk 20% in de bull case. Dan is de omzet niet zo goed, maar dan is wel de netto winst weer een stuk beter. Gaat het misschien ook wel weer een beetje de goede kant op? Gewenst rendement? Juist met dit soort situaties, omdat we afhankelijk zijn van de beurs, wil ik iets hoger gaan zitten. En zou ik dus 12% rendement per jaar willen. En passen we de groei na die analyseperiode aan, maar 1, 2 en 3%. Omdat het wel zo'n bedrijf is dat niet heel hard zal groeien, maar vooral mee zal groeien een beetje met de beurs. Met de economie. En om die reden dus dat we dit invullen. Tenminste, vul ik dat in voor deze berekening. Klik ik vervolgens op analyseer Scroll ik naar beneden. Dan zien we eigenlijk alleen in de bullcase met de multiple basis. Dat dan de koers interessant is. Dat die hoger ligt dan de huidige koers. Dit is wat we zouden willen betalen. Om toch die 12% rendement te halen in deze situatie. Maar in alle andere situaties. Komt het misschien een beetje in de buurt bij de base case? Zou de koers nog iets moeten dalen? Maar lijkt het in ieder geval bij de huidige koers nog niet interessant om te kopen... om ons gewenste rendement ook te ontvangen? Laten we daarom ook even, om dat een beetje zekerheid te krijgen... Uh, kijken naar de Buffett score. Dan wordt eigenlijk alles voor ons berekend. Op basis van historische gegevens de laatste tien jaar... gaan we ook een voorspelling maken voor de toekomst... of het er dan interessant uitziet. Dan zien we wel dat het aandeel goed scoort... Bijna 80 van de 100. Dus dat is heel erg goed. En we zien dan heel veel onderdelen ook dat het goed scoort. Eigenlijk heel veel punten goed scoort. Behalve de rate of return zouden we wat hoger willen zien. Maar we moeten hier wel rekening mee houden. Dat met heel veel van dit soort situaties. We zien bijvoorbeeld wel bij de obligatie-equivalent. Daar gaan we uit van de winst per aandeel van de laatste 12 maanden. Die is zelfs 6,70 dollar. Dus dat is nog lager dan we eerder zagen. Maar als we dan verder gaan kijken. Als we op jaarbasis gaan kijken. Dan wordt vaak nog gerekend met die 13,25 dollar die het in 2021 was. Dus 2022 moet nog komen. Het zal waarschijnlijk dus een stuk lager uitvallen. En dat zal waarschijnlijk ook een reden zijn dat dit nu wel goed scoort. Dat we eigenlijk alweer een lagere winst per aandeel verwachten. En zeker als we naar beneden gaan. Dan hebben we hier die winst per aandeel komt eigenlijk op heel veel plekken terug. Dus het is wel belangrijk om te kijken welke impact heeft dat. Ga niet zomaar uit van deze score Maar kijk... Wat je hier ziet en wat eventueel de verwachting voor de toekomst is. Management is heel goed. Kijken we uiteindelijk naar compounding. Ook dat is goed. Maar dan gaan we dus wel uit van die hogere winst. Kijken we uiteindelijk naar beneden de berekening op basis van PE ratio. Moeten we eigenlijk natuurlijk wel. Zien we hier dat we heel veel rendement kunnen verwachten in deze situatie. Maar dat is ook een situatie waar de winst per aandeel eigenlijk dubbel zo hoog is als die we verwachten als de komende cijfers bekend worden. Dus dat heeft best wel een behoorlijk beeld. En is dus is eigenlijk hoewel dit er interessant uitziet als we dat meenemen, ziet het er ook op dat punt eigenlijk uit dat we misschien toch nog even moeten wachten voordat het aandeel interessant wordt. Maar dat is hoe ik kijk naar het aandeel op dit moment, naar het aandeel T. Rowe Price op basis van aan de ene kant analistenverwachtingen voor de toekomst en een eigen waardering op basis van historische gegevens. Maar ook dus als we gaan kijken naar de Buffett score, ziet dat er wel goed uit, maar die heeft nog net niet de laatste informatie. Daar moeten we nog op wachten tot die jaarcijfers bekend zijn, dan krijgen we een ander beeld. Laat daarom ook weten wat jij denkt van T. Rowe Price. Is het interessant? Wat vind je interessant of bij welke koers zou je het misschien interessant vinden en waarom vind je dat? Laat dat vooral weten in de reactie onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken, hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.